Parlementariër Abby Jones is een van de parlementariërs die zeer fel heeft gereageerd op de uitspraak van parlementariër Cedric van Zamson. Armoede is een keus als je ervoor kiest om je middelen verkeerd te gebruiken. TBN, Prime Alert, die had er een vraaggesprek met parlementariër Abby Jones. We hebben gesproken met uw collega parlementariër Cedric van Zamson voor wat betreft zijn uitspraken in het parlement die nu viraal zijn gegaan over de armoede is een keus als je ervoor kiest om je middelen verkeerd te gebruiken. En volgens hem heeft u slechts een deel eruit weggehaald en u heeft dat toen opgeblazen. U zou alleen armoede is een keus hebben genomen. En vandaar dat hij dan zegt, wij, die Abby Jones, die is toch een meesterverdraaier van woorden. Ik weet niet wat voor waarde ik moet hechten aan dat wat meneer Van Zamson zegt. Omdat niet alleen Jones, en gelukkig. Gelukkig dat de samenleving toegang heeft tot die DNA-vergaderingen. En zelf ziet wat er gebeurt en zelf hoort wat er gebeurt. Bovendien, die samenleving is ook rijp genoeg om te begrijpen dat datgene wat meneer Van Zamson gezegd heeft, dat er geen sprake is van verdraaiing. Dat heeft hij gezegd. En op basis daarvan heeft die samenleving gereageerd. En mijn reactie was meer gebaseerd op, en als u naar mijn reactie luistert, heb ik gezegd dat het onmogelijk zo kan zijn dat meneer Van Zamson durft te zeggen dat armoede een keus is op basis van jouw bestedingspatroon. Dat heb ik ook gezegd. Dus van verdraaien is er nooit sprake, omdat ik het concreet heb gezegd. En als u datgene wat viraal gegaan is, gaat u horen dat ik dat ook heb gezegd. Bovendien, dat is niet eens de essentie. De essentie is, hoe haal jij het in jouw hoofd om aan te geven dat armoede een keus is? Armoede kan onmogelijk een keus zijn als je een salaris hebt van 6000 SRD per maand, waarbij een liter benzine bijna 40 is. En waarbij je nutsvoorziening bijna 2000 is. En waarbij je voor eenvoudige boodschap voor een week minimaal 2000 moet besteden. Waarbij ziektekosten niet gegarandeerd is. Waarbij moeders elke stuivers 10 keer moet omdraaien alvorens ze besluiten wat ze ermee moeten doen. Wanneer vrouwen keuze moeten maken met het kopen van mandverband of voeding voor hun kinderen. Tussen het kopen van mandverband of voeding voor hun kinderen. Dat is armoede. Armoede is wanneer je gaat van een koers van 57 voor het gemak zeg maar 10 met een bepaalde salaris en je salaris op dat moment omgerekend in US dollar bijna 1400 of 1500 US dollar was per maand. Of zelfs voor het gemak laten we zeggen 800 US dollar per maand. En nu wanneer je werkt met die koers is jouw salaris nog geen 200. Dat is het armoede. Maar dat is het geen armoede op basis van een keus. Maar het is armoede als gevolg van het beleid gevoerd door die overheid. En geen enkel idioot kan anders beweren. Omdat, nogmaals, wanneer je in armoede gedompeld bent, is het een keus wat je daarmee doet. Je kan ervoor kiezen om eruit te klauteren. Of je kiest ervoor of je berust je erin van, hey, dit is eenmaal mijn lot, ik blijf zo. Dat is die keuze die je zou moeten maken als mens. Maar wanneer je die keuze maakt om jezelf eruit te klauteren door 10 bijbanen te doen, moet je ook die ruimte hebben. Want het gaat zo slecht in die samenleving, dat mensen nu zelf overgaan, de middenklasse die toen in staat was een schoonmaakster of een tuinman te nemen, die gaat zelf nu over tot het doen van die dingen zelf. Waardoor er een gap ontstaat. En dan kan je niet zeggen dat dat een keus is. Het is hoe het land draait. Het land draait niet goed. En je moet geen beleid verdedigen om het verdedigen van een beleid. Het gaat gewoon niet goed. Meneer Ganesh, behoort u tot de rijken of de armen? Een simpele vraag. En als u antwoord geeft op die vraag, dan is het de vraag, is het een keus? Of is het de situatie in het land die je daarin dompelt? Dus meneer Van Zamson moet niet eens proberen om er een
om het mooier te maken dan wat hij gezegd heeft. Het zou hem sieren als hij die samenleving had gezegd van, samenleving, sorry, ik had het niet zo bedoeld, ik had het anders bedoeld. Dat was je groot. Toch? Maar je hebt gezegd dat armoede een keus is. Wat je daaraan wil koppelen is jouw verantwoordelijkheid, die samenleving. Weet wat die samenleving meemaakt. En hoe durf jij als vertegenwoordiger van het volk te zeggen dat het een keus is dat je in armoede leeft. Bovendien, kunt u nog heugen bij de propaganda van de VAP toen? Toen de koers nog 7,50 was. Toen een kilo uien 3,50 was. Een kilo aardappel 3,50. Toen een blik sardine nog 7,50 was. Toen was het dat die regering onder leider van Bouterse die samenleving in armoede dompelt. Het beleid van die regering van Bouterse brengt die samenleving in armoede. Dat was het toen. En wat moet het nu heten? Dat het een keuze is, terwijl die samenleving jou gezet, daar gezet met een bepaalde verwachting, omdat je ze hoop hebt ingesproken. En nu blijkt dat je geen... dat je datgene wat je hebt beloofd niet waar kan maken. Dan zeg je dat jouw beleid de mensen niet in armoede dampelt, terwijl nu een kilo uien 100 SRD is, een kilo aardappel 100. Een blik sardine hangt er vanaf welke zit je al rond de 125 SRD. Dan zeg je niet dat jouw beleid geen keuze is. Dat jouw beleid niet de oorzaak is van de armoede, maar dat het een keuze is van de mensen. Dat ze, wie wil nou in armoede? Even serieus, wie wil nou in armoede leven? Niemand. Maar niet dat ieder wil rijk worden. Maar weet je wat ieder wel wil? Ieder wil dat wanneer ze hard werken, dat ze met hun zuurverdiende geld een redelijk stabiel bestaan zou kunnen hebben als mens. Waarbij voorspelbaarheid met betrekking tot de richting waarop ze willen. Ik wil van de week of van de maand ga ik een nieuwe ijskast kopen. Of volgende maand ga ik nieuwe kleren voor mijn kinderen kopen. Of van de week gaan we dit eten. Een keertje gaan uiteten, noem maar op. Dat is wat men wil. En niemand gaat kiezen voor minder dan dat. Dus laat meneer Van Samson proberen in het reine te komen met die samenleving. En met zijn geweten. Want dit is niet de eerste keer dat die samenleving hem betrapt heeft op het uitkraaien van stommiteit. Als u eenzelfde uitspraak, dat als een spiegel voorhoudt aan die regering, ja, van regering, armoede is een keus. Als je ervoor kiest om je middelen verkeerd te gebruiken, ja, hoe past dat binnen deze regering? Precies, als we dat ook zeggen. En dat is een heel terechte vraag. Want dan moeten we zeggen dat die regering een keus maakt om haar middelen verkeerd te gebruiken, waardoor die samenleving niet geholpen wordt. Wanneer die overheid kiest om ervoor kiest om naar Dubai te gaan en een miljoen daar op te maken aan friends and family. Wanneer die overheid ervoor kiest om bij SLM en noem andere bedrijven, staatsolie, noem maar op. Laten we SLM in dit geval als voorbeeld nemen. Mensen daar te zetten die met een deel van dat geld weggaat. En wanneer mensen in bepaalde positie worden gezet, die vrienden bijvoorbeeld. Wanneer aanbestedingen worden gehouden, niet conform de regels, maar waarbij friends and family en loyalisten, partijloyalisten worden bevoordeeld. Dan heb je wel een keus gemaakt om je geld en je middelen verkeerd te besteden in plaats van te stoppen in gezondheidszorg of verlichten van die noden van die samenleving. Dus ook die regering, hetzelfde wat meneer Samson zei, van Samson zei, die regering maakt dan verkeerde keuze om die samenleving bewust te dampelen in armoede. En hoe kan je respect hebben voor een dergelijke regering wanneer die regering het belang van die samenleving niet als prioriteit stelt? Bovendien, Lidjoggi gaat er zet er een schepje bovenop door te stellen dat armoede niet alleen een keuze is, het is ook een cultuurprobleem. Armoede is een cultuurprobleem. Wat bedoelt hij precies met een cultuurprobleem? Bedoelt hij een cultuur vanuit de mensen in de ghetto die ze daar gezet hebben? Bedoelt hij de mensen die niet op hem lijken? Wat bedoelt hij precies met een cultuurprobleem?
En dat is het gevaarlijke wat we moeten vermijden hier in DNA. Om ervoor te zorgen dat door onze uitspraken er meer polarisatie plaatsvindt in die samenleving. Want het zijn dezelfde mensen die hij nu ziet als een cultuurprobleem. Het zijn diezelfde mensen die ze daar hebben gezet, juist om hun noden te verlichten. Maar nu heet het is een cultuurprobleem. Dat betekent, de mensen, hun cultuur zit op een bepaald manier in elkaar, dat ze arm moeten blijven of willen blijven. Je moet hierboven in je kamer niet goed zijn om zulke uitspraken te maken, terwijl je volksvertegenwoordiger bent. En dat zijn die. Bovendien, weet je wat ook al cultuur is? Of een cultuur lijkt te zijn geworden? Een overheid die alleen oog heeft voor mensen in zijn directe omgeving. Mensen die daar zitten om die mensen rijker te maken en die samenleving armer. Wanneer die overheid met allerlei constructies geld probeert af te troggelen van die samenleving, met allerlei constructies geld probeert te stoppen in hun zak, zonder die samenleving als prioriteit te stellen. En dan praat je over een cultuurprobleem. Een cultuurprobleem is wanneer je niet begrijpt dat die gezondheidszorg op zijn gat ligt en dat je beleid dusdanig moet voeren dat het anders wordt daar. Wanneer je ziet wat er in onderwijs gebeurt. Wanneer je durft te zeggen hier dat die samenleving een keus maakt om in armoede te leven. Ze hebben een keus gemaakt om in armoede te leven door op jou te hebben gestemd. Dat is die keus die ze hebben gemaakt. Ze hebben gekozen voor jou. En zijdelings, door jouw beleid, hebben ze gekozen voor armoede. Als je dat bedoelt, dan heb je gelijk. Als meneer Van Samson dat bedoelt, dan heeft hij helemaal gelijk. Hij heeft helemaal gelijk. De keuze van die samenleving op deze regering, die ze in armoede gedampt, dat een keuze is. Maar die samenleving gaat nooit bewust daarvoor kiezen, omdat die samenleving gekozen heeft, omdat je ze iets hebt beloofd. Je hebt ze gouden bergen beloofd. Je hebt ze een betere toekomst beloofd. Je hebt ze beloofd dat de koers zou dalen, onder de 7 zou gaan. Je hebt ze beloofd dat zij niet het gelag zou betalen. Je hebt ze beloofd dat er geen IMF zou komen. Je hebt ze beloofd dat niet die samenleving zou inleveren, maar anders. Je hebt ze beloofd dat je corruptie zou bestrijden. Je hebt ze beloofd dat je zou afrekenen met friends en family. Wat zien we vandaag? Precies het tegenovergestelde. En dat is een cultuur. Een cultuur van deze regering om aan te zeggen en precies het tegenovergestelde te doen, omdat het in hun eigen voordeel komt en niet in voordeel van die samenleving.